persdag als deze hou ik er rekening mee dat de kleding gewoon goed zit. Dus op het moment dat Lies in dit geval een broek en een blouse aandoet, dat ze zich helemaal senang voelt en dat ze zich kan focussen op het gesprek wat ze moet voeren. Ik heb een intakegesprek gehad met Lies en ik heb ook heel erg gekeken wat ze aan had en hoe ze overkwam bij tv-programma's en dergelijke. Tijdens dat gesprek was ook heel duidelijk, wat ik net ook al aangaf, dat ze heel veel pit in zich heeft en heel erg authentiek is. Een ontzettende lieve, warme vrouw, moeder. Dus dat wilde ik echt vastzetten in de look. Daarom heb ik een broek gekozen vanwege het no-nonsense en gewoon lekker huppakee er tegenaan. Past ook een beetje in de rol die ze speelt in Soof. Dat is ook een goede overlapping trouwens van haar en Soof. En een witte hak eronder voor de eigenwijzigheid in plaats van de standaard zwarte hak met een netkousje erin. En ik had bewust gekozen voor deze blouse, crème zwart. Het is heel klassiek, dus authentiek, rustig. Maar door de materiaal, crepezijde met een brokaatkant zwart erin verwerkt, krijgt het toch een authenticiteit. En ook haar breekbaarheid blijft daardoor zichtbaar. Je ziet het ook in haar, ze beweegt heel natuurlijk en ze kan zich helemaal focussen op het gesprek. Dus daarom heb ik dit gekozen.